comfortabel en veilig wonen in je eigen huis. Dat willen we allemaal. Nu zijn er veel oplossingen om daarvoor te zorgen. Hier in het slimste huis van de ledenvereniging in Ringers Winkelcentrum in Alkmaar-Overstad kun je kennis maken met veel van die slimme oplossingen. Laten we snel gaan kijken. Een van de dingen die te zien is in het slimste huis is slimme toegang. Bijvoorbeeld met een tag zoals ik hier in mijn hand heb. Hiermee kan ik zelf de woning binnenkomen, maar kan ik ook andere mensen toegang verlenen. Bijvoorbeeld mijn huishoudelijke hulp, die kan ik alleen op maandagochtend de toegang verlenen. Een ander mooi voorbeeld is een slimme deurbel. Met een slimme deurbel kan ik op mijn tablet of op mijn telefoon zien wie er voor de deur staat. Heel handig als ik niet thuis ben. Ik kan bijvoorbeeld een pakketje ontvangen door met de postbode te spreken en te zeggen dat het pakketje achter de schutting mag komen te staan. Maar ook heel handig als ik juist wel thuis ben. Op deze manier kan ik zien wie er voor de deur staat zonder dat diegene mij al kan zien. Ook kan ik spreken met degene die voor de deur staat en kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik eraan kom. Ook een handige manier van mijn deur openen is met een app op mijn telefoon. Met één klik op de knop gaat mijn deur open. Naast deze slimme oplossingen voor veilige toegang tot je woning, zijn er nog veel meer mogelijkheden om veiliger en comfortabeler te wonen. We nemen een kijkje in de keuken, waar meer gebeurt dan alleen koken. Een van de dingen die in de keuken in het slimste huis is te zien, is een kokend waterkraan. Een kraan waar gelijk kokend water uitkomt. Maar als ik overstap op koud water, is het ook gelijk weer koud. En daarnaast een kraan met één hendel die goed bedienbaar is. In de keuken van het slimste huis zijn nog meer slimme oplossingen te zien. Bijvoorbeeld lades. In deze keuken zijn geen kastjes meer te vinden, maar alleen maar lades. En als ik de lade open doe, springt de verlichting aan, zodat ik goed kan zien wat ik uit mijn la pak. Een inductiekookplaat is een prettige en een veilige manier van koken. Je hebt geen open vuur bij een inductiekookplaat. Hij koelt snel weer af, is goed schoon te maken. En daarnaast kun je bijvoorbeeld een timer erop zetten, zodat hij automatisch weer uitgaat. Wat ik ook nog graag even wil laten zien, is de hittemelder die jullie hier zien hangen. Zoals de naam al zegt, meet een hittemelder de temperatuur. Maar je kunt deze ook inzetten om het koken veilig te houden. Als je bijvoorbeeld vergeet bezig te zijn met koken, ontstaat er veel warmte. En deze hittemelder die kan afgaan, dus alarmeren voordat daar brand ontstaat. Maar kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld de kookplaat uitschakelt als dat gevaar dreigt. Koken kan op deze manier een stuk veiliger worden. We gaan verder kijken wat er in de woonkamer van het slimste huis te vinden is. We zijn aangekomen in de woonkamer van het slimste huis. En ook in de woonkamer zijn veel slimme oplossingen te vinden. En al die techniek in dit slimme huis, ook wel domotica genoemd, is aan te sturen met deze app. Alles is hierop verzameld, zodat je niet allemaal verschillende apps of verschillende afstandsbedieningen hebt, maar alles op één. Bijvoorbeeld mijn verlichting kan ik hiermee besturen, maar ook mijn raam kan ik hiermee openen en sluiten. Als je een raampje hebt wat hoger zit, is het prettig om met de app te bedienen. Een ander mooi voorbeeld zijn de gordijnen. Ook die kan ik bedienen met deze app. Het kan heel prettig zijn, een stukje gemak, comfort in huis, je gordijnen op afstand te bedienen. Maar het kan ook een stukje veiligheid betekenen als jouw gordijnen op een niet zo goed bereikbare plek zitten. Maar het kan ook een stukje zelfstandigheid betekenen. Als jij je gordijnen zelf niet zo goed meer dicht krijgt, dan word je heel gauw afhankelijk van iemand anders die dat voor je doet. Nou, door ze elektrisch bedienbaar te maken, kun je ze dus weer zelf goed bedienen. En op het moment dat jij ze wil, open of dicht doen. Ik zal de gordijnen eventjes sluiten en ik doe ook gelijk de lamp even aan. Een robotstofzuiger kan op vastgestelde tijden zijn werk doen. Bijvoorbeeld 's nachts of als je niet thuis bent. En gaat automatisch weer terug naar zijn plek om op te laden. Dat neemt je veel werk uit handen en de robot slaat geen dag over. We kennen allemaal wel de stekkers die moeilijk uit het stopcontact gaan. Deze stopcontacten vallen niet alleen direct op door hun duidelijke contrast, maar met het gebruik van deze stopcontacten kunnen stekkers ook eenvoudig worden verwijderd. Hiermee wordt er een setje gegeven, zodat het bijna vanzelf gaat. Ik ben Tessa en ben een van de slimme oplossingen om je bijvoorbeeld te helpen herinneren aan je afspraken. Veel plezier in het slimste huis. Hoe kun je kennis maken met Tessa? Een sociale robot die ondersteunt bij de dagelijkse structuur. Zo herinnert zij je bijvoorbeeld aan geplande afspraken of taken.
Tessa is met name bedoeld voor mensen met dementie. Van de woonkamer gaan we nu naar de slaapkamer. En met slechts één druk op de knop gebeurt er een heleboel. In de woonkamer gaan de lampen uit en de gordijnen dicht. En achter mij in de slaapkamer gaan de lampen aan. Naast de lampen die net zijn aangegaan, zijn in de slaapkamer meer slimme toepassingen te zien. Bijvoorbeeld de verlichting onder het bed. Ik heb hier een bewegingssensor in mijn hand. Normaal gesproken zit die onder aan de muur bij het bed. Dit kleine bolletje die meet beweging. En doordat je 's nachts uit bed stapt, kan die verlichting automatisch aangaan. Die verlichting is groen. En dat heeft ook nog een reden. Dat is mooie rustige verlichting als je 's nachts net wakker wordt. Dan wil ik jullie ook graag de badkamer nog even laten zien. Want ook daar zijn veel slimme oplossingen te zien om veilig te kunnen wonen. Maar eerst doe ik de gordijnen hier nog eventjes open. Daarvoor heb ik een mobiele knop op mijn nachtkastje liggen. En daarmee kan ik de gordijnen openen. Voor het slapen gaan maken we natuurlijk gebruik van de badkamer. Kijk maar wat daar allemaal te vinden is aan veilige en prettige hulpmiddelen. De antislipvloer in de badkamer zorgt voor optimale veiligheid. Terwijl de contrasterende kleuren tegels het verschil aangeven tussen het natte en droge gedeelte. In de badkamer is natuurlijk veiligheid heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld een zitje in de douche, zodat je tijdens het douchen kunt zitten. Nou, in dit geval eentje met een groot zitvlak aan de muur bevestigd voor extra stevigheid. Maar ook een beugel, zodat ik die kan gebruiken om weer goed op te kunnen staan. Naast zitten is het soms ook fijn om wat extra houvast te hebben als je aan het douchen bent. In dit geval is de beugel waar je aan vast kunt houden gecombineerd met de glijstang waar de douchekop aan zit. Die ook weer makkelijk te bedienen is. Het heeft ook een reden dat deze wit is ten opzichte van een donkere achtergrond. Dat zorgt voor wat extra contrast. Dan kunnen we zien waar we ons aan vast kunnen houden. De wasbak hier is ook toegankelijk als je zit. Dus bijvoorbeeld in een rolstoel kun je ook goed bij deze wastafel. Daarnaast biedt deze wastafel extra houvast. Er zitten handvaten aan. Deze wastafel is daar ook echt voor geschikt. Dat is niet iedere wastafel. En de kraan gaat weer met één hendel open. Aan alles is gedacht. Zo is er ook in de badkamer een toilet te vinden. Het toilet is niet alleen op goede hoogte, wat zorgt voor meer gebruikersgemak, maar deze douche-wc, zoals hij ook wel wordt genoemd, zorgt ook voor volledige hygiënische reiniging met warm water. We hebben in het slimste huis van de ledenvereniging verschillende dingen gezien die allemaal met één app te bedienen zijn. Zoals de verlichting, maar ook de gordijnen. En ik heb hier nog een aantal dingen die daarbij horen. Bijvoorbeeld camera's, zowel voor binnen als voor buiten. Het kan helpen voor een veilig gevoel. Je kunt zien wat er gebeurt op dat moment. Maar ook een watersensor, bijvoorbeeld om lekkage te detecteren bij de wasmachine. En persoonsalarmering. Een knop die je altijd bij je kan dragen, zodat je je veilig voelt. Deze die kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden om op elk moment jouw contacten te kunnen bereiken. Dat was nog maar een deel van de oplossingen om prettig en zelfstandig te kunnen wonen. En zo is er nog veel meer te beleven in het slimste huis van de ledenvereniging. Nieuwsgierig wat voor jou thuis de beste oplossing is? Of heb je een andere vraag voor Espria Ledenvereniging? Bel of mail dan even of kijk op onze website. Of loop gewoon even binnen.